Dames en heren, niet schrikken. Ja, ik heb het misschien een beetje makkelijk afgerond, het station. Maar ik ben echt een schurft in stations bouwen. Ik weet dat dit hiervoor leuk eruit ziet. Maar ik heb gewoon een vlak dak gemaakt. En dat wil ik later nog wel aanpassen als ik ideeën krijg of inspiratie. Maar ik kan dat dak, het lukt gewoon heel moeilijk. Maar ik heb wel wat anders. En dat laat ik zien na het intro. Okay, people, let's go to work. Ja, en we zijn natuurlijk bij deze plek aangekomen. Dit is de Wildwaterbaan. Is eigenlijk, wat we weten van de Wildwaterbaan, is het dat het geen dark ride is. Maar eigenlijk gewoon een buitenattractie. En het is gewoon leuk gethematiseerd. Je gaat af en toe onder iets door en ik ben er wel helemaal blij om. Maar kijk, dit stuk, ik kan het aanwijzen hier. Ik ga er langs met dat rode cijfertje midden ziet. Hier is helemaal leeg, staat helemaal niks. Dus ik wou hier gewoon wat opvullen met een attractie. En dat is niks anders dan een leuke draaimolen. Nee, oké, ik ga niet gek doen. Het spel heet Rollercoaster Tycoon. Dus ik ga natuurlijk geen draaimolen, een simpele draaimolen neerzetten. Dit is een prachtig gebied voor een achtbaan. En natuurlijk heb ik van tevoren weer stiekem wat neergezet. Ik weet dat ik daarmee moet stoppen. En hier staat de achtbaan. Dit is het station. Ik weet niet waarom dat er komt, maar dit is verkeerd. Ik heb het tot zover gebouwd. Ik wou de achtbaan gewoon lekker bouwen in de video. Ik laat wel het station zien. Dat is namelijk al gebouwd. Dat heb ik neergezet. En het is een beetje gethematiseerd. Het is een beetje een medieval setting. Dus een beetje middeleeuws. Ridderachtig. Ja, ik kan het eigenlijk middeleeuws is beter dan ridderachtig. En dit is het middeleeuwse stadje. Ik heb het einde van de achtbaan ook gemaakt. Zo wou ik hem laten eindigen. Ik heb dit al weggehaald, dit stuk. Want dit moet nog afwerken trouwens, dit hout. Maar zo eindigt de achtbaan. Dus, we gaan eens wat bouwen. Ik heb expres niet verder gebouwd. Ik wou er heel ontzettend aan verder bouwen. Maar ik speel voornamelijk veel Rollercoaster Tycoon. En ja, dat is op zich wel fijn. Alleen minder voor jullie, want ik neem niet alles op. En we gaan eens even testen. En dan zien jullie hoe vet het begin al is van deze achtbaan. Het is een eenkarretje. Het is een... Je gaat zitten of je gaat staan. Het is een van die twee dingen. En hij pakt het op. En ja, we gaan eens kijken hoe we dit gaan doen. Want ik wou hem... Kijken hoe we dit gaan doen hoor. Ik maak hem zo zijwaarts zo. We kunnen ook helemaal niks aan toevoegen als een looping of zo. Ik zou voor mij wel dit kunnen doen. Even kijken. Oh, dan gaat hij door de rots heen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar zo gaat hij precies over die rots heen. Dat ziet wel echt schattig uit. Nou, dan maken we hier een bocht. Even kijken waar die bocht gaat. Zo, hier langs. Dan kunnen we een grote spiraal naar boven. Ik weet niet of hij heel veel speed haalt. Volgens mij gaat hij dat niet halen, dit. We kunnen hem beter naar onder laten doen. Dan haalt hij ook niet. Jongens, wat is dit? Waarom haalt hij dit niet? Mooie bocht. Kleinere dan. Heb ik de goede keuze gemaakt met deze achtbaan, denk ik nu? Ik hoop het wel. Ik wou me heel graag plaatsen, want ik vind het wel een hele bijzondere achtbaan. Kijk hoor. Ik weet niet of hij genoeg speed haalt hier, want hij heeft niet echt veel speed. Maar dat maakt het wel heel bijzonder spannend. Als je natuurlijk zo... Wow, dat is echt een heel apart gevoel lijkt me dat. Oh. Jeetje joh. Dat ziet wel heel gaaf uit. Het is wel een beetje... Ja, het ziet wel echt stoer uit hoor, deze achtbaan. Maar natuurlijk, hij heeft niet zoveel speed. Hij gaat niet echt extreem hoog. Misschien had ik hem nog wat hoger moeten maken. En misschien laten we hem nog wel een tweede keer omhoog takelen. Want dat kan altijd, hè. Ik vind dat helemaal niet zo erg. Een achtbaan hoeft meestal... Ja, vaak zie je dat, hè. Dat het... Ik laat hem gewoon twee keer omhoog takelen, joh. Zo. Het is wel echt een
Even kijken of dit wel echt leuk staat. Maken we hier een bocht in. Die gaat hier zo. Een kleine spiraal. Dan wil ik eigenlijk een grote spiraal. En die achtbaan mag best wel hier een bocht maken naar beneden. Het is jammer dat je haast geen bocht kan maken. Je kan wel bochten maken, maar het is zo... Ja, ik weet niet. Zo, dan laten we hem hier doorheen gaan. Dat vind ik ook wel schattig hoor, dat hij zo een beetje hier overheen gaat. Over de attractie. Wel geen kwaad. Even kijken hoe hij hier eraan toe gaat. Hij gaat heel langzaam de bocht door. Hij gaat steeds harder. Heel apart. Hij gaat echt niet hard in de achtbaan. Ik denk dat ik hem harder hoog... Als ik hem sneller omhoog laat takelen, dan heeft hij veel meer speed. Ik ga dat meteen instellen, want ik vind dit echt verschrikkelijk. 10 km per uur kan ik omhoog. Kijk, dan wordt hij wat sneller. Dit is echt heel matig, deze bocht hoor. We bouwen hem verder. Over de rots heen. Dan maakt hij hier een bocht. Gaat hij natuurlijk tot het einde. Het is op zich wel een best wel een kindvriendelijke achtbaan. Vind ik. Hoe hoog zitten we eigenlijk? Oh, we kunnen... Oh, dit is wel gaaf, dit zo. Maar ik weet niet of hij dit gaat halen. Nee, dat gaat hij niet halen. Dus ik moet hem zo naar beneden doen nog. Oh! Dit zal hij wel halen, denk ik. Kijken of hij genoeg speed haalt hier. Of dat wel leuk is. Kijk, dan gaat hij naar beneden zo. Ja, dan maakt hij lekker veel vaart. Dan gaat hij nog een keer naar beneden. Gaat hij wat minder omhoog. Kijk, nu heeft hij al wat lekker vaart, joh, deze achtbaan. Ziet er wel stoer uit zo. Nog een bocht. Op zich is dat wel leuk zo, hoor. Deze rit. We moeten natuurlijk naar het einde toe, hè. Dus dan moeten we dit sowieso aanpassen. Even kijken, hoe gaan we dit in vredesnaam doen? Ik denk zoiets. Dat moet hij toch halen, dit. Heel saai einde, hoor. Ik ben hier nog niet mee eens. Ik ben een zeikert, ik weet het. Ik kom eigenlijk gelijk testen door erin te zitten. En dan gelijk te vragen jullie wat jullie ervan vinden. Ik wil eigenlijk gewoon gelijk testen. Hup. We gaan testen, we gaan erin zitten. Kunnen we dat doen? Nee, waarom kunnen we dat weer niet doen? Is er weer wat mis? Moeten we hem eerst sluiten dit? Ja. En dan gaan we hier op het icoontje klikken. En dan gelijk in de achtbaan zitten. Ik stoot gelijk mijn hoofd. En het geluid is best wel hard. Sorry hiervoor. Dan moet je het even met hard geluid doen. Excuus.
kan misschien op het einde dit. Ik ga dat toch maar veranderen, denk ik. Ja, het kan wel op zich. Nee, het is wel leuk zo. Ja. Nou, ik vind op zich wel dat die goed gelukt is, denk ik. Ik moet natuurlijk wel custom supports doen. En custom supports is eigenlijk iets wat ik weinig doe. Echt eigenlijk nooit. Ik laat wel zien wat het precies is. Want mensen vragen, wat zijn custom supports? Dat is eigenlijk precies hetzelfde als je zelf je eigen ondersteuning gaat maken. En ik moet even kijken, want er staat ergens hier bij Steelworks zit die volgens mij. En dan heet het Support Killer. Dat is een soort icoontje met een rood streepje door. Support Killer. Nou, stel je voor. Ik plaats dat. Dat moet je op de grond plaatsen. Hè? Je kan het ook hoog in de lucht. Maar Support Killer doe je meestal op de grond. Zo. Het geluid van de achtbaan is echt heel hard. Ik doe het een beetje zachter, het gamegeluid. Zo. Zo, dat is een stuk zachter. Kijk, dat is beter. Kun je misschien ook nog een beetje verstaan. Dan moet ik maar eerst even Steelworks weer pakken. De S. Kan ik de S invullen? Nee, ik kan de S niet inklikken. Het is ook niet van Steelworks. Het is van JCAT Steelworks. Altijd die makers. De makers van de set moeten altijd hun naam erin hebben in de set. Nou, het is niet anders. Het is niet anders. Het is ook niet heel erg of zo. Support Killer. Dus dan moet ik eigenlijk onder de ondersteuning moet ik eigenlijk alle support weghalen. Nou, dat is helemaal geen probleem. Maar dan zweeft de achtbaan als het ware. En dat is onrealistisch. Dus wat we dan realistisch doen is zelf de ondersteuning maken van de hele achtbaan. Dat is iets wat heel weinig mensen doen, denk ik. Omdat, ja, we vinden het wel best, weet je wel. Maar het ziet er niet uit. De kleur zag er wel ook een beetje. Ja, ik had een beetje poepkleur gekozen. En waarom? Omdat, ja, wit en bruin stond een beetje centraal, zeg maar. Qua kleuren van het middeleeuwse stadje wat ik had gedaan, zeg maar. Zo. Hoppakee. En we halen hier de supports weg. En je ziet al dat de hele baan gaat zweven. En zo had ik het eigenlijk niet gedaan bij de wildwaterbaan. En waarom niet? Omdat ik dat hout eigenlijk heel erg vond passen bij de, ja, bij de achtbaan. Kijk, je ziet het staan. En ik vind het, als je dat weghaalt, dat hout, dan ziet het er heel anders uit. Ik vind het heel erg leuke toevoeging. Dus vandaar dat ik geen support killer gedaan heb bij dat. Maar het is eigenlijk een beetje als Minecraft. Misschien klinkt het raar dat ik. Maar daar doen we ook onze eigen ondersteuning zelf. En dit is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen het ziet er wat mooier uit dan blokjes, zeg maar. En dit is een hele rare. Oh, dus onder de grond moest ik hem weghalen. Moet ik plaatsen. En het nadeel ook voor rollercoaster is dat als je een pad hebt, dan maakt hij geen ondersteuning op het pad. Dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Dus bij de, op het einde zie je ook dat hij gewoon automatisch al helemaal zweeft hier boven het pad. Echt heel lelijk. Dus dat is wel een voordeel aan de custom support. Als je dat dus erop maakt, dan kun je dus, ja, je supports op de baden maken, waardoor het er gewoon mooier uitziet. Dus het heeft wel weer zijn voordelen. Nou, dus dat het veel tijd kost. Maar dat is bij alles zo. Als je iets mooi wil hebben, dan kost het tijd. Nou moet ik de aflevering soms ook wat lang maken. Jullie willen natuurlijk wel een hoop zien wat ik maak. Kijk, zonder dat ik natuurlijk de ondersteuning weghaal bij deze mooie rotsen. Op zich kan ik het wel even op laten staan. Is even geen punt. Ziet er helemaal niet echt heel erg lelijk uit of zo. Maar hier vind ik het dan wel echt beroerd lelijk. Even lekker klikken, jongens. Het kost me ook elke keer $2. Maar ja, ik heb ingesteld dat je, zeg maar, als je sandbox mode doet. Want dat zo bouw ik eigenlijk een park altijd. Dat is ook best wel aan te raden om met de sandbox mode te doen. Kost helemaal niks je geld, maar het staat er wel bij. Zo. En hier nog een paar ondersteuningetjes. En dan ga ik zelf proberen ondersteuning te maken. Nou, het is geen hangachtbaan. Dus dat betekent dat we niet van die rare hangende ondersteuning moeten maken. Dat vind ik persoonlijk wel moeilijk om te maken. Het is echt een hele leuke achtbaan. Kijk, hier hebben we ook de supports, maar daar heb ik het niet gedaan. Daar moet ik het eigenlijk nog wel bij doen. En je hebt verschillende. Je hebt van Tube Small Tracks. Dat is voor de muisachtbaan. Dat is een beetje wat ik op de kermis zie. Dat zijn een beetje dunne paaltjes. En we hebben ook gewoon de tunnels. Echt heel leuk gedaan trouwens, die tunneltjes. Maar ik gebruik meestal de V-frame. En waarom? Die is het makkelijkst. die is gewoon echt makkelijkst om te plaatsen. En je hebt natuurlijk ook voor loopings, heb je, maar deze achtbaan had geen loopings. Dit is dan voor, je ziet het al, voor hangachtbaan. Deze zou ik ook kunnen gebruiken voor de, ja, voor de Hyper Dural Steel.
op zich zou het wel kunnen hoor. Ik denk dat het er helemaal niet zo heel lelijk, of dat het helemaal niet zo lelijk uitziet. Ik denk dat ik wel bruin gebruik voor deze baan. Toch wel. Ik denk dat ik deze bruin ga gebruiken, want het is echt niet lelijk. En het ziet er echt al veel beter uit. Ik ga het proberen te plaatsen op sommige plekjes. Je moet uitkijken bij custom supports. Dat is het nadeel. Kijk, ze komen heel snel al die punten door de baan heen. En dat, daar kan je eigenlijk weinig aan doen. Dus gewoon, ja, dat hoort gewoon bij rollercoaster. En dat is niet te vervangen, zeg maar. Zoals je, als je ziet, kan ik dus de supports gewoon op de baan maken. Even kijken of dit er mooi uitziet hoor. Want deze, kijk, deze plaats ik helemaal niet goed. Lekkere kaas, lekkere kaas. Dit is een pittige support, zie je het? Dit is wel hele vreselijk om te plaatsen hoor. Oh, zo lukt het. Kijk. Het kan zo wel op zich. Het is jammer dat hij niet in het midden staat. Dat moet ik eigenlijk wel doen. Even kijken hoor. Ja, het zou zo kunnen, maar ik zou hem ook deze kunnen gebruiken. Ik weet even niet hoe je het beste, wat je het beste kunt gebruiken voor deze. Dit is een hele pittig hoor. Deze klopt niet, deze ondersteuning. Maar het ziet wel mooi uit. Ik zou ook deze kunnen gebruiken. De V-frame. Dat is denk ik wel de betere. Ik denk het wel. Ik denk dat ik de V-frame beter kan gebruiken. Ja. Ja, ik doe de V-frame. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn. Anders heb ik echt bonje met jullie. Ik hoop het wel. Ja, die is beter. Ja, veel beter. Jullie zien dat meteen. Betere ondersteuning. Deze zal ik één blokje naar beneden doen. Dus komt hij net. En het geluid ook van die achtbaan. Ik doe hem even de testrondes aan uit. Kunnen we ook zien hoe goed hij is. Of hij een beetje goed beoordeeld wordt. Dat kijk ik eigenlijk nooit bij rollercoaster. Hoog, gemiddeld, laag. Oké, dus de. Als we het goed zien is de opwinding is hoog. Dus hij is lekker opwindend. Van wow, dat komt waarschijnlijk door de hoogte. Intensiteit is een beetje de spanning. Nou, die is gemiddeld. Dus het is eigenlijk wel een beetje familie, vind ik zelf. Familieachtbaan. En misselijkheid is laag. En dat vind ik eigenlijk positief. Dat voorkomt namelijk weer de vieze, kotsende bezoekers in je park. Dat scheelt heel erg. Opruimwerk voor de schoonmakers. En dit vind ik vreselijk. Kijk, dit kan je haast niet voorkomen. Maar ik heb de baan natuurlijk schuin gemaakt. En we hebben geen schuine supports. En dat is vreselijk. Maar daar kan je gewoon helemaal geen reet aan doen. Daar kan je echt helemaal niks aan doen. Dus gewoon gokken. Hoe je het moet doen. Maar ja, het kan zo. Het kan niet anders, de supports. Je moet het zo doen. Er is geen mogelijkheid dat je het anders kan doen. Kijk, hier zou je het wel gewoon normaal kunnen doen. De bocht. Zou je gewoon even kijken hoor. Hier misschien. Zo. Kijk, die kan je gewoon lekker zo doen. Nou, en zo ga je eigenlijk heel de achtbaan langs. Heel de achtbaan. Ja, heel de achtbaan, mensen. Sorry, het spijt me. Het kan niet op een andere manier. Daarom zeg ik, als je hier geen zin in hebt, doe het dan gewoon niet. Ja, zomaar simpel is het. Maar ik zal je zien, zal je zeggen, het ziet er allemaal wat mooier uit, vind ik zelf. Ja. Ligt aan hoe je ze plaatst. Als je ze niet mooi plaatst, dan staat het ook niet. Kijk, dit wordt een probleem. Maar daar gaan we wat op bedenken. Ik pak dan toch maar deze. En ik weet niet, we hebben nog eentje hoor. Even kijken hoe we dat gaan doen. Je hebt verschillende supports, je kan het ook heel mooi maken. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar ik pak deze, denk ik. En die heeft dan net iets andere ondersteuning. Even kijken hoe we dit gaan doen hoor. Oh, dit is lastig. Joh. Joh. Kom je er nou pas achter, joh? Nou ja, joh. Nou, dit is een ondersteuning die. Dit is ook maar een beetje testen hoor van mij. Ik weet niet of het mooi eruit ziet. Maar dit is echt puur testen of het kan, hè.
Ja, dit kan niet. Dit is zo onrealistisch. Mensen, ik ga de video afsluiten. Ik ga nog even op gemak de supports doen. En de volgende video gaan we de thematisering doen van de complete attractie. Dus blijf kijken. Volgende keer zijn we er weer. Doei doeg!